Goed, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en het is al 11 uur bijna. Bijna nog een kwartiertje. Ik ben vanmorgen 6:15 opgegaan, lekker mijn ding gaan doen en gaan editen en daten en al die dingen meer. Ik ben me nu lekker aan het klaarmaken, tenminste ik ben al klaar, ik ben net klaar. En ik kan de dag nu gaan beginnen. Ik heb lekker rustig aangedaan vanmorgen. Ik heb weer eens make-up opgedaan vandaag. En ik heb dit aan vandaag. Het is anders dan ik eigenlijk normaal aan heb. Ik heb dit crop topje aan van de, als het goed is komt deze bij Primark vandaan, dacht ik. Ik heb een lichtblauwe broek aan. Ik heb dit grijze lange vest aan. Ik doe deze trouwens even hierin, dat is wel leuk. Zo. Dat is wel leuk. En dan heb ik deze, dus lichtblauwe broek, ook van de Primark aan. Maar dan heb ik vandaag laarsjes aan. Ik dacht, ik doe vandaag eens hakkenlaarsjes aan. Vind ik wel weer eens leuk, een beetje classic. En vestje erbij. Het is heel anders dan wat ik normaal doe. Normaal is het gewoon echt sneakers eronder en klaar gaan. Maar ik dacht vandaag, we gaan het gewoon even iets meer opleuken. Dus ik heb hakjes aan. Ik weet niet of mijn moeder er zo blij mee wordt vandaag, aangezien al dat geklikklak door het hele huis. Maar ik vind het tot nu toe heel erg leuk. Dus dat is top. Ik ben lekker klaar. Ik heb alles opgeruimd. Ik ga even naar Action, want mijn oma is komende zondagjarig. Ze kijkt dit toch niet. Mijn oma is komende zondagjarig. En ik heb hier nog een klein cadeautje voor te liggen. En daar wil ik nog eventjes gauw zo'n inpaktasje voor hebben. En dan nog wat ballonnen eraan hangen. Want ik mag natuurlijk niet bij de langs. Dus tenminste, ik ga niet bij de langs. En dat hangt er aan de deur. En dat is toch wel leuk dat er dan ballonnen aan zitten en zo gezellig. Dus dat ga ik nu doen. Dus ik ga naar de Action toe lopen. Ophakken. Hopelijk breek ik mijn nek niet. Want het is lang geleden dat ik hakken aan heb gehad. Dus we gaan naar het centrum. Of tenminste, het winkelcentrum, even naar de Action. Goed, en ik loop lekker buiten. Ik heb lekker mijn groene dunne jasje erover gedaan. Alhoewel best wel fris is buiten, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is echt wel aan de koude, frisse kant buiten. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Fris, fris, fris. En ik heb alweer tranen. Oh, door de kou en de wind. Maar ja, in ieder geval onderweg naar de Action. Ik heb trouwens mijn hakken uitgedaan. Ik was het huis nog niet uit of ik had al pijn in mijn voeten. Dus dan maar zo. Goed, ik sta heel even in de tuin. Even wat anders dan normaal. Ik heb de hele dag nog niet gevlogd. Ik ben eigenlijk bezig geweest met het video bewerken. Want dat wilde niet helemaal werken vandaag. Maar het is me nu wel gelukt. Gelukkig. Het is dus nu allemaal goed. Gaan de video's nu aan het uploaden. Dat is helemaal top. Helemaal perfect. En het gaat niet helemaal goed. Dus dat is de reden waarom ik vandaag niet zo heel veel filmpje. Maar ik ga maar naar binnen. Het is koud. Maar ja, dat is de reden eigenlijk. Ik ga lekker avond eten. Nu. Er liep net een grant langs ons huis. Kijk dan. Hij zit echt te kijken. Wat is dit? Waarom krijg ik nou niks? Ik moet even meelopen, schat. Kom. Leuk. Je bent leuk. Kom. Kijk, ik krijg echt wel. Maar eerst op het vel. Maar dan moet je ze wel een stukje geven, hè? Ja, maar dan zit hij hier nu.
Ja, dan zie je weer wat. Tolk. Je slippers. Zo. Pop, kijk uit. Ik ga een broodspoor neerleggen. Kom maar, lieverd. Kom maar. Nu is de vraag, gaat hij door? Of gaat hij weer terug? Ja? Ja. Maar die anderen komen nou ook hierheen. Dus misschien dat die even oppikken ofzo. Oh. Kijk, daar zaten nog een toen hij dus denk ik al... En ik heb 4 afleveringen met Ashje te kijken van Like Me. Ik heb haar op Skype gezet, op mijn telefoon, op een statief. Richting de tv, vervolgens mijn laptop vastgekoppeld aan de tv. En daar had je Like Me op afgespeeld, dat ze het samen tegelijkertijd konden kijken. Ze heeft de eerste 4 gezien. Ze gaat nu slapen, want ze moet morgenochtend vroeg op, ze moet werken. Maar ik ga ook gewoon slapen, want ik ga morgenochtend gewoon vroeg op om mijn video te editen en mijn ding te doen. En de rest van de dag lekker mijn gemakje houden, denk ik, morgen. Maar ja, het was wel een dag van, nou jongens, heen met die gans. Het is allemaal goed gekomen met de gans. Hij is weer terug naar het water en hij is gewoon weer weg. Dus dat is goed. Maar hij was volgens mij echt gewoon verdwaald hier in de straat of zo. We zagen hem lopen en we dachten, hè? Waar komt die nou vandaan? Even die loskoppelen. Dus ja, ik ga ook lekker mijn spullen opruimen hier. En lekker slapen. Nou is het niet zo heel erg laat. Tenminste, vind ik niet. Het is 10:30. Het valt nog allemaal mee. Maar ik ga wel lekker slapen. Ik ga een setje kleding verleggen voor morgen. Ik denk gewoon morgen lekker legging aan doen die ik nu ook aan heb. Die heb ik net pas aangetrokken.
En gewoon lekker een trui, een t-shirtje of zo. Ik ben gewoon helemaal chill, want ik hoef morgen toch nergens heen. Dus dat is helemaal top. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer wilt zien. En dan zie ik je hopelijk morgen weer bij een nieuwe vlog. Doeg! Slaap lekker iedereen voor mij dan, als je het s'avonds laat kijkt. Anders zou ik zeggen, geniet nog lekker van je avond. Doeg!